Bent u blij vandaag? Yes. Ja. Heerlijk, hè? We hebben net gezongen. Dave die had het lied uitgekozen. Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie. Een lofgewaad in plaats van een rouw. Dat betekent dat we blij mogen zijn. Amen? We mogen blij zijn. Waarom? En ik was zo bezig met de voorbereidingen en ik kreeg twee hele mooie teksten van hier. En dat is één. Dat is Jeremia 29. We gaan het vandaag hebben over van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heeft u zin in? Ik wel, hè. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoop volle toekomst geven. Dat is een belofte. Wat God geeft in zijn woord. Ik heb er nog één gekregen. Psalm 23, vers 6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot de lengte van dagen. Geluk en genade volgen mij alle dagen. Volgen die jullie ook? Soms denk ik van, oh, makkelijk gezegd, hè? Er staat heel erg hard, want ik denk dat je mijn oren doen hier een beetje zeer, zeg maar. Vorige week had Rick van boven, was fijn dat hij er was trouwens. En hij had erover, zeg maar, die rollercoaster, als we zeg maar die achtbaan, hè, opgaan. En een prachtig mooi uitzicht. En dan op een gegeven moment zijn we boven en dan, hè. Nou, mooi uitzicht, we zien alles prachtig en alles is leuk en mooi. En dan in één keer ga je naar beneden en word je helemaal in elkaar geschud. Dat was een heel mooi voorbeeld van ons leven. En de uitkomst is dat wij naar God moeten kijken. Wij moeten daar naar kijken. En dat is God. God heeft ons die beloftes gegeven. Maar het punt is, wij weten het allemaal. Wij weten het allemaal. We lezen het bijna misschien elke dag. Maar staan wij er ook in? Gaan wij, geloven wij daarin? En staan wij er ook in? En weet u, ik kreeg een hele mooie tekst waar ik het over mag hebben vandaag. En dat is, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Wauw. Hier staat, wij allen nu, wij, allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid. En ik heb opgezocht, hè, wat heerlijkheid een beetje betekent. Het heeft heel veel betekenissen. Aanzien, geluk, gelukzaligheid, glans, glorie, goddelijkheid, grootheid, hoogheid, majesteit, pracht. Dat betekent heerlijkheid. En weet je wat God hier zegt? Beseft u wat God hier zegt? Dat wij van gedaante veranderen naar hetzelfde beeld. Heerlijkheid van God. Zoals door de geest van de Heer bewerkt wordt. Is dat niet mooi? Soms beseffen we het niet, hè? Soms beseffen we niet wat de Heer al niet voor ons heeft. En soms
lezen we dat, soms horen we dat, maar gaan we er ook in staan? Soms zitten we in zo'n, weet je, die achtbaan die dan naar beneden gaat, weer helemaal aan elkaar geschud. En dat doet me een beetje denken aan, ik heb had heel veel kettingen. Ja, toen in de tijd, toen kocht ik heel veel kettingen. En dan ben ik mijn kamer aan het opruimen. En dan denk ik, oh nee, ik leg mijn kettingen aan die kant en mijn meubel aan die kant. Dus ben ik een beetje aan het sorteren en op een gegeven moment alle kettingen heb ik op mijn berg. Nou, en vrouwen weten wat er dan gebeurt, dat het helemaal in de knoop zit natuurlijk. Dat dus je het zo oppakt en het gaat helemaal in de knoop zitten. En dan denk ik van, oh, dan moet ik al die ketting weer aan elkaar halen. En dan ga ik zitten in de yellowkamer en dan ga ik al die kettingjes proberen uit elkaar te frutsen. Kettingje 1, de ene is wat dunner dan de ander is wat dikker, de ander is van stof, de ander is van ijzer. En dan probeer je dat uit elkaar te halen en dan, nou ja, eentje gaat goed. En dan, kent u dat, zo'n hele bos kettingen bij elkaar? En dan, nee, dat is jij niet, dat type, maar dat zeg je wel. En dan probeer je dat uit elkaar te halen, frutsen. En maar herdraaien en dan denk ik, op een gegeven moment, nou, met één gaat goed, en twee gaat goed. En dan in één keer, dan denk ik van, oh, en dat gevoel van, oh jee, dan word je ongeduldig. En ik dacht, oh, kap ermee. Nou, nog eentje en dan kap ik ermee hoor. Nou, op een gegeven moment gooi het in de hoek. Wist ik, gooi het in de hoek. Dan denk ik, nou, dan gooi ik maar weg. Want ja, dan krijg je toch niet meer naar elkaar. Dan gooi ik het maar weg. Dan komen we een nieuwe of zo, denk ik dan. Zo kunnen wij ook in de knoop zitten, dat we er gewoon niet meer uitkomen. En ik ben dan zo ongeduldig. En ik heb rust niet om het allemaal aan elkaar te vertellen. Maar God. God is iemand die heeft zoveel geduld. Die gaat voor ons allemaal één voor één zitten. En het is net als die, weet je, de gravende schoenveters. Die dan, weet je wel, die ook uit elkaar betalen. Dan kan je schoenen niet uit. Dan is die veters geraveld zitten. Dat is hier ook zo. De frutselen. Maar God gaat echt voor ons zitten. En hij haalt die knoopjes heel voorzichtig. Heel voorzichtig en geduldig in de rust haalt hij uit elkaar. Heel voorzichtig. Heel voorzichtig in de rust. En hij overziet alles, hè? Want hij ziet al die kettingjes. Hij overziet alles. Al die kettingen, dat zijn allemaal knopen die eruit gehaald worden. En je ziet het. En je ziet alles. En hij doet dat zo lieflijk, zo mooi. En hij zegt niet van, oh nee, deze knop, dat krijg ik niet naar elkaar hoor. Nou, weet je wat, ik ga naar de volgende, want hier heb ik echt geen geduld voor. Nee. Zo is God niet. God is iemand die geduld heeft. Waarom? Omdat hij wil dat wij in zijn heerlijkheid komen. Daarom is hij zo voorzichtig en zo lief voor ons. En inderdaad, hij denkt niet van nou, laat me zitten en volgende, of die wil niet luisteren, laat maar. Hij wil ons daar hebben. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Al die knopen weg. Al die knopen weg. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En weet je dat het zo iets moois is? Weet je, in de laatste tijd zijn we zo bezig met het bidden. En ik zelf ben ook zo bezig geweest met het bidden zelf. En dan denk ik, Heer, we vragen u zoveel. En vragen maar zoveel. En dit, en dat, Heer dit, en zus, en zo. En wij mag vertellen hoe de Heer het moet doen. Heer, wat u dat zo doen. Heer, wat u dat. Maar weet u? De Heer
wil dat wij bidden. De Heer wil dat wij vragen. En dan eigenlijk, soms dan denk ik van, ah Heer, het is nog niet gebeurd, dus vraag ik het 10 keer. Vraag het 10 keer. Maar weet je wat de Heer zei? Ik heb gisteren nog met mama over gehad. Weet je wat de Heer zegt? Ik heb het al net gedaan. Wat doe je moeilijk? Bij de eerste keer heb ik dat gedaan. Maar geloof je dat ik het heb gedaan? Want dat is het. We vragen het. En dan mogen we bij de eerste keer al denken van, nou, ik geloof dat u het doet. En hij doet het. Wat voor wonderen hebben wij de laatste tijd niet meegemaakt in de gemeente? We bidden. En hij doet het. We leggen het bij hem neer. We leggen het bij zijn troon. En hij doet het. Hij doet het. Hij hoort ons. Hij doet het. En weet u, God is een God van eenvoud. En wij mensen maken het heel vaak moeilijker dan dat het is. En dan kunt u misschien denken van, jij hebt makkelijk praten. Maar het staat in het woord van God. Ik heb dit niet verstaan. Dit is wat God tegen ons zegt. Wij moeten het niet moeilijk maken dan het is. Hij is een God van eenvoud en van rust en van liefde. En weet je, als ik dan even denk over een periode dat Edwin zeg maar een hartinfarct kreeg. En voordat dat gebeurde, hebben wij zeg maar bevestigd gekregen dat we dan uit moesten gaan. En toen kwam iemand en die zei van, ja, zou ik niet wat doen en dit en dat. En ja, we willen doen wat God zegt. En toen gebeurde het wel met Edwin. En toen de eerste ding van, nou, misschien is het inderdaad de Heer die niet wil dat we dit doen. Maar weet u, wij zijn zelfs ouders, we zijn opa's en oma's. En wij gaan niet, als de kinderen niet luisteren, even zonder de auto neerleggen. En even zo overrijden, totdat ze luisteren. Zo is God ook niet. God straft niet. Op een gegeven moment zei iemand tegen mij, het is de duivel die het doet. Die wil het niet. Maar God, die gebruikt de situatie tot zijn heerlijkheid, tot zijn grootheid. Want als wij er niet in gingen staan, hè, op een gegeven moment zei de artsen, meneer Van Ossel, u zou niet meer de dingen kunnen doen die u ooit heeft gedaan. Want uw hart, kamer, de onderkant, is helemaal kapot, is helemaal geraveld. Hij is beschadigd. Je kan niet meer doen wat u daarvoor heen bent. Als we daarin hebben geloofd, zo van, oh, de dokters zeggen het. Nee, maar we zijn er niet in gaan staan. We hebben het ontkracht, we hebben het verbroken in de naam van Jezus. Want dat is niet wat God wil. God wil dat we gezond zijn en God wil dat we van heerlijkheid tot heerlijkheid gaat. Yes. En wat doet hij? Hij geeft hem een nieuw hart. Woe! En de dokters zeggen van, ja, Jane, je was hetzelfde, maar wij stonden gewoon echt, er was niks meer te vinden, zegt de arts. En dat is de grootheid van God. Yes. En weet u wat hij hiermee heeft gedaan? Naar de duivel toe. We hebben nu nog meer te vertellen. We gaan er nu op uit en we gaan nog meer vertellen over de grootheid van God. Wat hij heeft gedaan in ons leven. Yes, amen. En dat vergat hij. Hij dacht, nou, dan heb ik ze eronder. Hè, een schop onder de kont. En nou, daar heb ik ze. Maar God heeft het zo gebruikt. Maar dat komt ook omdat wij er allemaal in zijn gaan staan. We zijn erin gestaan. We pikken het niet. Dit is niet, nee, we verbreken het, wegwezen en dit gaat niet. Wij willen van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan. Yes. En weet u, van heerlijkheid tot heerlijkheid willen we gaan. En God geeft ons zoveel blijdschap en vreugde. Doordat hij ook dit weer heeft gedaan. Want als je het verhaal vertelt aan mensen, denk je, maar we hebben het aan heel veel mensen kunnen vertellen.
En dat is een getuige zijn van wat God in ons leven heeft gedaan. In ons leven. Want God heeft in ieder van ons wat gedaan. Niet alleen in die van ons. En weet je, je kan zoveel vreugde blijdschap ervaren. Omdat je voelt, God is bij je. Je voelt, God is bij je. God laat je nooit in de steek. En een ieder die dan met ons is, of wat dan ook, die mag het ervaren. Ook al zeggen we niks, we mogen onszelf als christenen, mogen we God vertegenwoordigen, zijn liefde, zijn blijdschap, zijn vreugde. Want als er iets gebeurt in ons leven, raken we in de stress en zoeken we van alles en doen we van alles om het op te lossen. We zijn dus heel druk in de weer om het op te lossen zelf. Terwijl God al helemaal in die rust bezig is met ons. En in eenvoud eigenlijk wil hij dat we zeggen: Heer, hier ben ik, hier zit ik. U weet het. Maar ik wil bij u zitten nu. Heel makkelijk gezegd. Maar dat is wel de eenvoud wat God van ons vraagt. De eenvoud van God. Hij vraagt aan ons: kom. Rust bij mij. Hoef niet te doen, hoef niet op te lossen. Hoef jij niet te doen. Maar kom tot mij. Kom tot mij. En niet iets anders. En wij mogen erin staan. Hij kan onze knoop uit elkaar halen. Hij kan onze stormen stillen in ons. En onrust of wat dan ook, wat we ervaren in ons. Hij kan het kalmeren. Hij kan het stil stopzetten. Zo is ons God. Hij wil dat we daar naartoe komen. En hij wil dat we erin staan. Dat als hij zegt: ik geef je rust. Dat hij je ook rust geeft. En dat je denkt: oh nee. Nee. Geloof dat hij het doet. Ik had een mooie tekst in de Filippenzen 4, vers 19. Heb je hem net? Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Want hij geeft overvloedig, omdat hij zelf overvloedig bezit. Want hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom. Dat geeft God aan ons, zijn enige geboren zoon. Vergeving van zonde. Een nieuw leven mogen beginnen. Herstel. Genezing. Alles mogen we in Jezus Christus ontvangen. God geeft zijn rijkdom. En zijn rijkdom is Jezus Christus. En hem mogen wij ook vertegenwoordigen. Wij mogen dat vertegenwoordigen. Wij mogen die blijdschap en die vreugde mogen wij vertegenwoordigen. Want ons alle doel in deze wereld is dat wij getuigen mogen zijn van Jezus Christus. We mogen getuigen zijn van Jezus Christus. Wij mogen, als we buiten zijn, al waar ook zijn, mogen we getuigen zijn van Jezus Christus. En weet u, als we dat doen, nou, je krijgt zoveel vreugde en blijdschap. Ik zal je een voorbeeld noemen. Voor 2 weken geleden ging ik met onze zuster Jacqueline. Die is 60 geworden. En maar wij gingen een weekendje weg en we zaten in een. Het was heel gezellig, we zaten in een restaurantje. En we wilden eigenlijk een lied zingen voor Jacques. En, maar die mensen zijn vanavond nog niet binnen, want je weet maar nooit wat de mensen zeggen en zo. En, ja, wij wilden natuurlijk ook over Jezus zingen. Maar goed, in ieder geval, we kregen het dus voor elkaar dat we dus buiten een patio heel gezellig was, donker met kaarsjes aan. Hebben we dus zeg maar gezongen. Maar al die mensen, dus de personeel en nog de mensen.
mensen die daar zaten te eten, die kwamen allemaal buiten kijken van, wat zijn zij daar aan het doen? En we waren zo in de blijdschap, we hebben zo maar heerlijk gezongen en je wordt er blij van. Waarom? Want je bent ergens anders, maar je zingt over Jezus. Je bekent kleur, maakt niet uit waar je bent. We gingen bidden, hè? Maakt niet uit, maar je bekent kleur. En je krijgt er zo blij van, we werden zo vervuld met blijdschap. En dat was bij, dus we kwamen binnen en toen nee, je mocht weer binnen gaan zingen en ze wilden dat we dit, nou die was jarig, we waren vierjarig en we moesten voor al die vierjarigen moesten zingen. Het was zo gezellig. Maar dat is de liefde van de Heer Jezus. Die staat eruit. We zongen ook many words, hè, over de liefde van de Heer Jezus. En ook de familie van Jacqueline gewoon. Nou, die wist niet eens waar het over ging, maar die begon zo te huilen. En dan is de liefde van de Heer Jezus. Als je maar doet, maakt niet uit waar je bent. Je hoeft het niet te doen als wij met elkaar bij elkaar zijn. De vreugde en de blijdschap vervulden ons alweer. We allemaal niet kunnen slapen, gewoon zo leuk en zo blij en vreugdevol waren we. Nou, gisteren gingen we met een groep van de ouderen van deze kerk, hè? De iets ouderen, zeg maar. Dan denk je van, nou, het zal een rustige avond worden. Nou, het dak ging eraf. Echt. Het was heel gezellig. We gingen naar Loosdrecht. En we hebben gedaan gebarbecue. Onbeperkt barbecue. Nou, eten, denk je nou, hè, de ouderen van ons, nou, die doen wel rustig aan. Nee, Tante Kootje was als laatste klaar. Die heeft zo goed gegeten. Maar goed, we hebben het heel gezellig gehad. Maar voordat we gingen beginnen, toen zei ik, nou, kom, we gaan even binnen. Maar er was een man op de piano en was live muziek aan het spelen. En toen zei ik, nou, we gaan binnen. En ik heb niet gevraagd of hij dan even stil wilde zijn. We gingen gewoon binnen, maar dan binnen. En dan hoorde je dat hij zijn piano wat zachter ging doen. Dus hij had respect voor. Hij zei, oh, ze zijn binnen. Want hij zat precies tegenover ons. Nou, we gingen binnen. Eten, gezellig, klets, bla bla bla. En goed, we gingen af en toe. Ik ging een beetje meeleunen. En David ging meeleunen. En Hanna ging meeleunen met de muziek. En toen op een gegeven moment zegt hij, nou, ik weet wel een leuk lied voor jullie. Dat weet ik zeker dat jullie dat leuk zullen vinden. En hij zegt daar, oh, Happy Days in. Hij ziet dat daar binnen en denkt van, nou, gospel, hè. En hij wist ook van, hij houdt van gospel. Dus hij zegt, ik zet hem in. Nou, één uur begon te zingen. Nou, en echt die hele tafel ging helemaal los. Ik zeg, dan gloor jij helemaal zo. En nou, eerlijk waar. De hele tafel ging los. En toen we klaar waren, al die ouderen van onze kerk, hè. Al die handen zat op de tafel lammen. Nou, ik denk, nou. Ben je met de senioren opstap? De vreugde van de Heer is onze kracht. Amen? De vreugde van de Heer is onze kracht. En waarom? Omdat wij gewoon zijn liefde willen uiten. Wij willen erin staan dat we blij zijn en dat we vreugde hebben in ons hart. We hebben het zo leuk gehad. Daarna gingen we nog een ijsje halen. Nou, dan wilden ze weer niet van Sunday. Nee, ik wil van de hoop. Nou, we gaan helemaal naar de hoop. Ijsje halen. Nou, we hebben echt een topdag gehad. Maar de vreugde van de Heer is onze kracht. Amen. We hebben het zo leuk gehad. En dat komt omdat God in ons midden is. Amen. En God is in ons midden. En je merkt, als je erin staat, nou, je merkt dat de vreugde en de blijdschap en de kracht in je stroomt. Door je heen stroomt. Naar buiten toe. We gingen net nog niet vliegen gisteren. Dat is echt leuk. Maar de vreugde die je mag delen. En de mensen, die man die ging zelfs staan, hè? Die, die, uh,
die pianist die ging ons bedanken. Serieus? Die ging ons net als in Roermond. Die mensen van het restaurant gingen ons bedanken voor de leuke avond. Dat er, wij komen hier toch gewoon een leuke avond te krijgen. Met zoveel gangen en weet ik veel allemaal. Dan gingen ze ons bedanken voor de leuke avond. Gisteren, die pianist die ging staan. Hij zegt, ik speel hier vier keer in de week. Hij zegt, maar dit is een moment, zegt hij, waar ik zo van kan genieten, zegt hij. En ik ben zo blij dat jullie hier vanavond waren. Wij kwamen daar om gezellig te eten. Dat is toch mooi? Dat God het zo omdraait. Waarom? Omdat we de vreugde en de blijdschap van de Heer uit zijn. En weet u, wij mogen daarin blijven staan. Wij mogen erin blijven staan. En die vreugde, ook al die knopen, God is die knoopjes al allemaal aan het losmaken. Maar wij mogen in zijn blijdschap en vreugde staan. Want wij mogen van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan. Die 1 Korinthe 13 vers 12. Ja, dat komt zo. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. En als we dan zeg maar die spiegel zien, de heerlijkheid, heb ik het net ook al uitgelegd. Aanzien, geluk, gelukzaligheid, glans, glorie, goddelijkheid, grootheid, hoogheid, majesteit, pracht. De mooie dingen. En hij wil dat wij daar komen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Want onze gedaante wordt veranderd naar hetzelfde beeld. Hetzelfde beeld zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. De geest van God bewerkt dat in ons hart. En dan mogen wij dat meedragen met ons. En God wil. Hij, zoals we al in het begin lazen, hij heeft het goede met ons voor. Hij wil dat we gelukkig zijn. Hij wil dat we blij zijn. Hij wil dat we vreugde ontvangen. Want weet u hoe lekker dat is? Hoe lekker dat is om dat te ontvangen. Hij wil dat we daarin staan. Zijn plan voor ons staat vast. Ook voor de gemeente. Wij mogen straks, we hebben de afgelopen donderdag hebben we bidden en vasten hebben wij afgesloten. Wij mogen straks het nieuwe seizoen ook ingaan. In vreugde en in blijdschap. Want God heeft een hoopvolle toekomst voor ons. En hij gaat het doen. Hij gaat het doen. En daar mogen wij in geloven. En wij mogen ook als gemeente straks, nu al eigenlijk, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wilt u daarin meegaan? Yes. Wilt u daarin meegaan? Want dat is echt, echt kicken, zeggen de jongeren. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En we bidden het jullie toe. Dat we van heerlijkheid tot heerlijkheid mogen gaan. De gemeente mag van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het is zo huge. Het is zoiets groots. Het is niet iets pietje, want God geeft niet zo. Nee, God geeft groot. God geeft iets groots, iets moois. God geeft iets moois. Zullen we staan? Hemelse Vader, dank u wel. U bent een grote God, u bent zeer te prijzen, Heer. En Heer, dank u wel, Heer, dat we van heerlijkheid tot heerlijkheid mogen gaan, Heer. Omdat u ons beloofd heeft. Want uw plan, Heer, staat vast met ons, Heer. En ik dank u, Heer, dat wij het geluk mogen, ja, Heer, mogen ontvangen, Heer. Want dat heeft u voor ons, Heer. En ik dank u, Heer, dat u al onze knopen, Heer, en al onze stormen, Heer, dat u daar ook aanwezig bent, Heer. Om dat rustig, Heer, uit te halen, Heer. Zodat u alles overziet. Alles overziet, Heer. En dat u alles ons geeft, Heer, wat we nodig hebben, Heer, om verder te gaan, Heer.
zodat wij met z'n allen leren van heerlijkheid tot heerlijkheid kunnen gaan. Van glorie tot glorie, Heer Jezus. Dank u wel, Heer. U bent een grote God. U bent zeer te prijzen, Heer. En ik dank u, Heer, dat u ons zoveel blijdschap en vreugde geeft, Heer. Dat wij straks al mee naar huis mogen gaan, Heer. En Heer, dat u ons zo zegent, Heer. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.